Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met twee gasten. We praten straks met Geerten van der Lucht, hij is de fractievoorzitter van het CDA uit Neder-Betuwe. Maar nu eerst te gast Peter Elfrink, de fractievoorzitter van ProTiel, natuurlijk hier uit Tiel. Peter, van harte welkom. Dank je. Daar zitten we dan, hè? Anderhalf jaar was een beetje onderweg in die nieuwe coalitie. Je vond het leuk, zei je een jaar geleden. Hoe is dat nu? Ik vind het nog steeds leuk. En wat vind je leuk? Ik ben er, met de verkiezingen zijn we er zeg maar ingerold om te zeggen van het zijn de kiezers die bepalen of wij nog bestaansrecht hebben als ProTiel. Het was kantje boord, hè? Nee. Op 14 stemmen na hadden we 2 zetels gehaald. Dus ja, okay, kantje boord, 2 zetels. Als je kijkt waar ProTiel vandaan kwam, hè, vanaf de start, dat was natuurlijk van 8. Aardschok hier in Tiel destijds. Daar was niks meer van over. Nee, het waren heel veel kleutertjes die van het hek vielen. In de loop van de jaren. Dat is geweest. Besproken. Nieuwe start met Peter Elfrink aan het roer. Ja. Hoe vaart dat schip? Goed. We hebben een leuke fractie inhoudelijk. Maar jij gaat het niet vertellen als het niet zo zou zijn. Precies. Laat ik het zo zeggen. Dan gaan we eerst intern als het wel zo zou zijn. Nee, maar we hebben gewoon een leuke ploeg mensen. Zijn er ook in de tussentijd al een paar mensen weer opgestapt? Hoe zit dat dan? Doel je op Nancy Hareman? Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nee, die is opgestapt omdat toch, zeg maar, vergeleken bij haar mens- en maatschappijbeeld, zeg maar, we toch te progressief waren in haar ogen. Dus dat is... Dat mag. Ja, dat mag. Maar als je doelt van zijn er zeg maar personele problemen in de relationele sfeer? Nee. Nee, okay. Die hebben we niet. We hebben het leuk en we doen het inhoudelijk gewoon goed met elkaar. Je hebt het zelf ook al aangegeven destijds, hè? Dus anderhalf jaar geleden. Eigenlijk is het kantje boord met ProTiel. Dat komt eigenlijk als we de zere plek, hoe zeg je dat, de duim op de zere plek leggen, dat we niet echt doorgeselecteerd hebben met mensen. Hoe is dat nu? Goed, ze hebben doorgeselecteerd en daar ben ik als enige uitgerold voorlopig. Maar dat was nog niet eens het belangrijkste. Ik zeg altijd dat ProTiel is het opleidingsinstituut voor een menige fractie in de Tielse gemeenteraad. Zo kun je het ook zien. Ja, precies. Wij leiden nogal wat mensen op voor andere fracties en dat betekent dat we toch kwaliteit leveren. Ja, de afgelopen jaren. Dan geven we er een positieve draai aan. Dat doen we natuurlijk goed. Maar hoe zit het met die nieuwe aanwas? Want het is in deze tijd best moeilijk om mensen geschikt en ook geïnteresseerd te krijgen voor de politiek. Nou, we hebben, als ik kijk naar de partijen die in de raad zitten, dan weet je op voorhand dat bijvoorbeeld een partij als GroenLinks van nature al jongere mensen trekt. Dus die hebben een jongere aanwas dan. En wij hebben dat veel en veel minder. Bij D66 zie je dat nog en bij de andere partijen weet ik niet, maar van die twee partijen van oudsher. Dat zie je ook bij de verkiezingen die ze op scholen houden, middelbare scholen. Die trekken toch de meeste stemmen als zeg maar de middelbare scholieren. Is dat niet een modegril? Hetzelfde geld wordt de PvdA weer interessant en zul je zien dat was in de jaren 80 ook. Ja. Maar je ziet over het algemeen, ik ken het niet anders al decennia lang, dat als er... Tweede Kamerverkiezingen zijn, dat met name GroenLinks het altijd goed doet, D66 doet het goed, Partij van de Arbeid, VVD ook wel. En daarna zeggen sommige mensen, dan worden jongeren worden wijzer en dan keren ze zich af of blijven erbij. Het is maar net wat je zoekt. Maar jij vertegenwoordigt een lokale partij. Ja. Dat maakt het extra lastig, zeg je. Maar dat betekent dat je gewoon creatief moet zijn om mensen binnen te halen. Ja. Lukt dat? We hebben een vaste club. Ik bedoel, onze fractie bestaat gemiddeld genomen als we bij elkaar zitten uit 8 tot 9 mensen waar we het mee doen. En daar ben ik tevreden mee. En af en toe nodigen we mensen uit die wat te vertellen hebben of die zichzelf uitnodigen van mogen we eens een keer komen praten over een onderwerp. En dat is prima. Natuurlijke aanwas hebben we niet. Die vooruitstrevende ideeën die je had. Kun je die een beetje handen en voeten geven? Dan heb ik het bijvoorbeeld over dat raadsbreed verhaal, hè, wat je zei van Lagoor. We moeten het eigenlijk in gezamenlijkheid doen als gemeenteraad. We moeten eigenlijk af van dat partijenverhaal. We moeten doen wat goed is voor die inwoner. Ja. Dat is vergeleken bij 2002 is dat nog niet veel veranderd. Met dit verschil dat we toch een kleine, ja, we mogen het geen raadsagenda noemen, maar we hebben in ieder geval als raad een aantal punten
bij elkaar gezocht. En een van de belangrijkste, vind ik, is in gesprek gaan met de inwoners van je stad. Dus niet meer vanuit een ivoren toren of bastion allerlei voorgekookte zaken de samenleving inslingeren. En dan een inspraakavond organiseren waar je eigenlijk tegen een muur van een vastgetimmerd plan al zit te praten. Dat is voorbij. Maar daar kunnen we nog wel slagen in maken. Maar ook vorig jaar was het nog een brug te ver om met een raadsprogramma te komen. De PVDB, grootste partij, ook een lokale partij. Ja. Kun je daar goed mee samenwerken? Ja, in het begin, want ik ken nog, weet nog een beetje van zeg maar het vorige interview. Toen heb ik wat vragen gesteld, ook wat kritisch geweest over van wat was er nou bekend bij de PVDB als zeg maar nieuwe coalitiepartij. En toen heb ik ook van stel dat er dingen al bekend waren bij de zittende wethouders en niet bij de PVDB, dan zou je in het pak genaaid voelen. Ja, sterker nog, je noemde Marcel Melissen, de wethouder financiën, een leugenaar. Ja. Nee, ik heb er geen leugenaar genoemd. Ik heb gezegd dat hij ruim met de waarheid omging dan? Nee, als dat zo zou zijn, dan, dan zou ik me in het pak genaaid voelen. Nou, we zijn nu anderhalf jaar verder. En zoals het dan ook, vind ik, een goed politicus betaamt, ben ik met de PVDB en met de VVD en PvdA in gesprek gegaan van hoe zit dat nu? Ik wil gewoon, haal dat beeld bij mij weg. Nou, dat heeft er toe geleid dat ze zeggen van nee, er was niets bekend bij de zittende partijen, Partij van de Arbeid en VVD, wat niet bij de Partij van de Burgers bekend was. Dus dat je die vragen jezelf afvroeg, was op zich logisch, want het ging allemaal heel snel binnen enkele weken. Precies, precies. En, dan heb ik geen reden om te twijfelen. Nou, als je dan kijkt naar de rest, ik vind de sfeer vergeleken bij het begin is een stuk beter, maar dan praat ik puur alleen over ProTiel. En dat heeft, denk ik, te maken met de manier waarop je oppositie voert. ProTiel maakt deel uit van de oppositie, maar wij voeren geen oppositie dat we constant met een gestrekt been ergens in gaan. Zijn er partijen dan die dat wel doen? Nou, ik af en toe dan heb ik zo mijn vraagtekens bij de strategie, bijvoorbeeld van D66. Daar heb ik gewoon mijn vraagtekens en dat zie je dan ook terug. Want ons doel, en dat vind ik veel belangrijker, ik zit er niet om oppositie te voeren en dan met de kop in de krant te komen. Ik zit er om proberen vanuit de oppositie een aantal zaken te realiseren die wij in het verkiezingsprogramma hebben staan. Mm-hmm. En dat kun je alleen maar door kritisch te blijven, kritisch te zijn, niet met alles eens te zijn, maar wel samen te werken. En dat is wat wij doen. Ik zit er niet voor om oppositie te voeren, ik zit ervoor om proberen een aantal zaken voor ProTiel binnen te halen. Zodat ik over 4 jaar kan zeggen, of het is inmiddels al bijna 2,5 jaar, van dit en dit hebben wij vanuit de oppositie toch kunnen bereiken. Waarvan akte dan? Waarvan akte, ja. Die punten die ProTiel in hun verkiezingsprogramma had staan, wat hebben jullie kunnen realiseren tot nu toe? Niet zoveel. Nou, we hebben een aantal dingen wil ik daarin noemen. In het verkiezingsprogramma hadden wij staan een stuk over de legitimiteit van de gemeenschappelijke regelingen. En dat daar toch wat weeffouten in zaten. Toen al was het zeg maar debakel Avri, als we het even debakel mogen noemen. Nee meneer, maar gewoon, dat was toen volop in discussie, maar dat was een aanleiding. Want Tiel zit natuurlijk in een stuk of 10, 11 gemeenschappelijke regelingen. Dus het is niet alleen Avri, maar ook de GGD, de BSR, noem maar op. Werkzaak. Werkzaak, ja. En we hebben gezegd, daar zit een weeffout in. Want het is eigenlijk besturen op afstand. En de afstand met de inwoner, die werd steeds groter. En het gevoel bij raadsleden, bij mij in ieder geval, was ik mag nog een zienswijze indienen en ik moet tekenen bij het kruisje. Nou, zo is het eigenlijk ook. Ja, maar goed, dat heeft er. Wat hebben we dan bereikt? We kregen eind vorig jaar die hele breedbanddiscussie. En toen heeft de Raad van Westmaas. Voor mensen die dat niet weten, wat houdt dat in? Oh, dat is in de regio heeft toestemming gekregen van de Europese Commissie om in het buitengebied, in de zogenaamde witte gebieden, breedband, glasvezel aan te leggen. En dat is de vervanging van de koperdraadjes, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Zodat ook het buitengebied een beter en sneller
internet heeft. Want er zitten in het buitengebied natuurlijk ook voldoende bedrijven die nog zeg maar met paard en wagen hun boodschappen over het koperdraadje moeten brengen. Nou, dat is niet meer van deze tijd. Dat is niet meer van deze tijd. Dus dat, daar ging het om. En toen heeft Westmaas en Waal heeft toen het initiatief genomen. Die hebben een bureau, paardenkoper, in de arm genomen van zoek nou eens uit van welke dingen zouden we moeten regelen zodat we niet weer in dezelfde fout vallen. En dat we na, als we dit dan opgericht hebben, met elkaar zeggen van dit hadden we niet zo moeten doen. Dat hadden we niet zo bedoeld. Nou, dat heeft ertoe geleid dat op die avond, was in, volgens mij in november of december 2018... een groepje, er werd gevraagd, is een groepje die dat verder, wat verder wil brengen. Dan ging het niet alleen over breedband, maar meer over grip krijgen op de GR. En toen hebben drie mensen, waaronder ik, zich beschikbaar gesteld om dat te gaan trekken. En wie waren die andere twee? Dat is Nanne van Dorenmaal, dat is de fractievoorzitter VVD. En, In Buren? In Buren, ja. En Frans van Gelderen uit CDA, lid uit Westmaas en Waal. Akkoord. Dus met z'n drieën en met ondersteuning van twee griffiers zijn we ferm aan de slag gegaan. En dat heeft ertoe geleid dat we op 20 mei van dit jaar hebben we in een bijeenkomst van de regio Rivierenland hebben we voor elkaar gekregen om twee parallelsessies te draaien. Het ging bij de regio over zeg maar de strategische visie. En wij hebben toen zeg maar vier moties gemaakt met de bedoeling van neem ze mee, breng ze in je raad. Ja, en niet achteraf, hè, dat de raad elke keer weet van als een verdomme feit, maar van tevoren weet van dit gaat er spelen en hier kunnen jullie over beslissen. Ja. Een tweede. Bij de afgelopen besprekingen over de perspectievennota hebben ChristenUnie, GroenLinks en wij In de bespreking van de bezuinigingen, want dat is toch wel, vind ik, uniek. We hebben een raadswerkgroep ingesteld voor over de bezuinigingen. Alle partijen, apolitiek. En daar hebben we met elkaar in een half jaar doorgeakkerd van waar moeten we de bezuinigingen vandaan centjes halen. Centjes halen om te voorkomen dat we via preventief toezicht in artikel 12 terechtkomen. Daar gaan artikel we het zo nog even over hebben. We hebben nou, maar ik zal even verder gaan. We hebben de VVD en PvdA die een meerderheid vormen. Ja, die hebben een meerderheid. Maar wij hebben toen de tijd bij die perspectievennota hebben we gezegd van waar wij wat moeite mee hebben, welke bezuinigingen en hoe je dingen kunt verzachten. Twee dingen hebben we gezegd. Ga met organisaties, instellingen, wat dan ook, in gesprek over wat zij bij kunnen dragen. Dat is één. Overval ze dus niet met bezuinigingen. En we hebben sommige bezuinigingen hebben ook een dekking aangegeven. Nou, nou, dat heeft ertoe geleid dat Marcel Melis, de wethouder financiën, heeft gezegd. Oké, ik neem die uitdaging aan en ik laat me graag adviseren over dit soort denkbeelden. Nou, dat heeft ertoe geleid, en de begroting is openbaar, dat die uit alle hoeken en gaten naar de reserves en voorzieningen heeft gekeken. En daar is een reserve uitgekomen, dat stelt hij voor de begrotingsvergadering, om 120.000 euro te storten in een nieuwe reserve, temporisering bezuinigingen op subsidies. Daarmee heb je als raad, kun je kijken van nou, we kunnen voor 2020 pakken we daar dit gedeelte uit voor bijvoorbeeld waarderingssubsidies, noem maar een dwarsstraat. Extra subsidie voor de regio TV? Daar hebben we het niet over gehad, want daar heb ik nog geen dekking voor. Want dat zijn toch wel substantiële bedragen die daar uitgaan. Maar alle gekken op een stokje. Ja. Hij heeft dat toch maar gedaan. Ja. Op basis van de hand die we gereikt hebben en de uitdaging die we hem hebben meegegeven. Dat is wat je in het spel met elkaar doet. Tevreden over die coalitie zoals het er nu is? Laat ik het zo zeggen. Als je verkiezing hebt, zoals in 2018, dan begin je dus niet met een schone lei. Dat is altijd het idee van je begint met een schone lei. Nee, je hebt altijd te maken met datgene wat nog in de toekomst in het verschiet ligt. Nou, dat weten we over de jeugdzorg en dat soort zaken. Maar de jeugdzorg was er ook al in 2015. Klopt. Dus die tekorten die zijn niet nieuw. Nou, laat ik het omdraaien, Peter. Als ProTiel wel in die coalitie had gezeten, wat was er dan anders gegaan?
Ik denk helemaal niet zoveel. Ook wij hadden dan met die bezuinigingskluif in de mond gezeten. Wat anders was gegaan, dan was er waarschijnlijk geen veegwagen geweest. Want daar hebben we gezegd van, dat is een speeltje die nergens toe leidt. Hij is er nu. Mm. Kijk, en dat is ook iets dat je moet, het is geven en nemen. Je moet iedereen wat gunnen. Maar als wij in de coalitie hadden gereden, dan was daar nog wel een fikse discussie over geweest. Die rondweg Passewaaij, die gaat er ook niet komen in deze periode? Nee. Er komt nu eerst een haalbaarheidsonderzoek. Ja. Ja. Dekken ze zich daarmee in? Ik bedoel, die coalitie, de PVDB had gezegd, die rondweg gaat er komen, want we gaan bouwen. Ja. Nee, maar goed, voorlopig gaan we daar nog niet bouwen. Ik bedoel, we hebben de PFAS en de PAS net achter de kiezer. Maar er moet wel een ontwikkeling. Maar voor de rondweg, die gaat er wel komen. Maar wat veel belangrijker is, als je die rondweg hebt, dan heb je nog steeds het probleem van de derde ontsluiting niet opgelost. En daar gaat het om. En daar gaat die haalbaarheidsstudie om. Want dat was in 2002 ook al een probleem voor Tiel. Je kunt op twee manieren kun je Tiel uit. En dat is in Tiel West en bij het hotel. Ja, dan houdt het een beetje op. Ja, tot nu toe. Ja, en je kunt over de dijk richting... richting Echtop, op Hemert. Wat wel heel erg smal. Ja. Hey, jij bent zelf ook op het provinciehuis geweest, heb Makink meegekregen. Makink, de gedeputeerde van de VVD, die op de centjes past, hè, zo mogen we het best wel zeggen. Ja. Denk je niet dat Makink gaat zeggen, ja jongens, hartstikke leuk daar in Tiel, het is afgelopen met gezodemieter? Nee, dat verwacht ik niet, want dan denk ik dat gedeputeerde staten dat tegen alle Gelderse gemeenten moeten gaan zeggen, want we zijn echt niet de enige. En we zijn nog niet eens het slechtste aan toe. We zijn in Zutphen op bezoek geweest. En dan praat je over een bezuiniging zo van 15 tot 18 miljoen. Ja, dat is sowieso niet te doen. En dat is een gemeente die zeg maar net zo groot is als Tiel. En dat zie je ook. Een van de problemen die we hebben als centrumgemeente in dit gebied. En dat is gelijk aan wat Harderwijk en Doetinchem en Zutphen ook hebben. Mm. Je bent eigenlijk een hele kleine stad met een regionale functie. Je hebt veel voorzieningen heb je binnen. En dat moet je allemaal met elkaar wel ophoesten. Ja, je roept dat wel dat je dat wil zijn. Ja. Maar je moet ook zeg maar de achterban hebben om dat te betalen. Precies, nou, maar goed, een aantal regiofuncties als het gaat over zorg, het aantal zorginstellingen, voorzieningen rondom de GGD, maar ook crisisopvang en dat soort dingen. Ja, dat kun je wel in elke kern neer gaan zetten, maar dan is het helemaal onbetaalbaar. Dus dan zie je een trek naar zo'n centrumfunctie. Nou, maar dat heeft ook een aantal nadelen, want het woonplaatsbeginsel bijvoorbeeld, dat is dan zo'n klein detail, dat geldt dan. Dus iemand uit Buren... Gaat die hier opgenomen wordt. Moet Buren meebetalen? Nee, dan wordt die hier ingeschreven en dan betaalt Tiel. En ja, Buren. Ja. Maar dus dat moet veranderen. Zou zo dan moeten zijn dat Buren meebetaalt? Geld volgt persoon, zou je kunnen zeggen. Kijk, ja. ik zei dat net, dat verhaal van die achterban, omdat dat die dan groter is, oftewel een grotere plaats. Ja. Nou is er onlangs een discussie geweest in verschillende platforms, ook bij ons, dat Buren, dat het hartstikke goed zou zijn, althans een idee om Buren op te delen. Een gedeelte naar Neder-Betuwe en een gedeelte naar Tiel. Zodat inwoners van beide steden groter wordt. Wat vind je daarvan? Ik kom uit bedrijfsleven. Ik heb heel veel fusies gedaan. En ook gedefuseerd. Dus ik ben niet een voorstander zo dat groot altijd beter is. Nee. Dat moet maar net. Dus als er überhaupt... Maar je ziet wel in de geschiedenis van Buren. Ja. Alle grote projecten van de afgelopen jaren. Allemaal mislukt. Ja. Allemaal gedoe. Ja. Nee, dat geeft één ding aan, volgens mij. Het geeft aan dat ze dus niet in de raad zeg maar een dusdanige meerderheid met elkaar kunnen creëren dat die dingen er wel of niet doorgaan. Ja. Nou, maar dat is niet de enige gemeente. Ik bedoel, ook in Tiel hebben we wel dit soort dingen, kunnen we dit ook zomaar krijgen. Ik bedoel, over het zwembad is het ook niet unaniem in de raad hier in Tiel. Over de veegwagen was het ook niet unaniem. En dan is het niet zo dat je rollenbollend over straat gaat. Maar ik moet eerst nog zien. Ik vind dat Buren eerst moet zorgen om zeg maar een wat stabiel bestuur te krijgen. Voordat je überhaupt gaat nadenken over opsplitsen en dat soort zaken. Want het is maar de vraag of je daar beter van wordt. Zowel Tiel, Buren of Neder-Betuwe.
Dus, dat is maar de vraag. Regel het eerst af. Nee, zorg eerst dat je gewoon een stabiel bestuur hebt. Want een stabiel bestuur zegt ook iets over een stabiele bevolking binnen. En stabiele denkbeelden binnen zo'n inwoners. Interessante gedachte, tot slot. Dat stabiele bestuur, hoe zit dat met Tiel dan? We hebben tot nu toe een stabiel bestuur. Ik neem een petje af voor dit college, omdat ze ook de hand reiken naar ons. Wij hebben de hand gereikt naar hen en ze reiken de hand naar ons. Want we moeten niet vergeten, ook al zit het college en zit ik in de oppositie, we hebben wel één ding voor ogen, dat is hier in Tiel zorgen dat het overeind blijft. Want zowel het college als ook de oppositie wil niet dat we artikel 12 worden, want dan gaan er een hoop dingen weg. Nou, het zijn mooie woorden die je gesproken hebt. Ik wil er wel één opmerking daarmee maken. Je hebt geen pet op. Geen pet? Nee, je zou de pet afdoen. Maar... Ja, oké, ja, dat klopt, ja. Ja, bedoel je dat zo? Ja, ik neem een petje er vooraf, maar dat doe ik dan virtueel. Nou, bij deze dan. Hey, mag ik jou danken voor de bijdrage? Graag gedaan. De volgende gast in deze aflevering van het Koetshuis, dat is Geerte van der Lucht. Geerte, van harte welkom. Je bent fractievoorzitter van het CDA in Neder-Betuwe. Still going strong? Still going strong. Hartstikke strong. Hoe komt dat zo? Ik denk dat we een hele leuke club hebben. 2 raadsleden op het ogenblik en 4 burgerraadsleden. Dus we zijn op volle sterkte, om het zo te zeggen. CDA, van oudsher een partij die gezetteld is in Nederland. Vanaf 78 al zeg maar op eigen benen. Hè? Ja. Dus er staat een flink kader. Merk je daar wat van? Ja, ik denk het wel. We hebben jong en oud in de fractie zitten. En ook hele ervaren personen die al jaren meedraaien. Ook nog personen die jaren meegedraaid hebben, doen ook nog steeds mee. Dus als er een item voorbij komt, hebben we de nodige ervaring en de nodige kennis over het verleden ook in huis. En dat is best prettig. Het dualisme in Neder-Betuwe, dat wil zeggen dat de raad iets anders kan vinden dan het college. Hoe gaat dat? De fractie vergadert, neemt standpunten in. De wethouder mag er af en toe bij zijn en mag haar dingen inbrengen. Maar de fractie bepaalt een standpunt, niet de wethouder. Ik zeg dat omdat er geluiden nog wel eens opgaan in Neder-Betuwe dat er partijen zijn die de oren laten hangen naar het college. Maar, merk je daar wat van? Ja, kijk, er zal wel eens een keertje een uitwisseling zijn en we zullen met elkaar ook wel eens een keertje wat vertellen. Maar als we als fractie iets vinden wat per se anders zou moeten in het college, dan nemen we daar geen blad voor in de mond. En kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou kijk, wij hebben best wel eens discussie over Dodewaard en het dorpshuis wat daar zou moeten komen. Als fractie vinden we gewoon dat daar hard aan gewerkt moet worden. We hebben daar ook wel eens het een en ander over gezegd richting de gemeente en richting de mensen die daarmee bezig zijn. Er moet vaart in, er moet de breedte in, er moeten meer mensen bij betrokken worden. En nu loopt dat proces naar ons zin denk ik best wel goed. Deze zomer, bij monden van jouw persoon, werd door het CDA gezegd van nou, als het gaat om die Manuswaard, laten we dat stukje wat nu bij Wageningen hoort, maar eens bij Neder-Betuwe gaan trekken. Ja. Hoe staat het ervoor? Ja, we hebben het nog eens een aantal keren aan de burgemeester gevraagd van is het op tafel? Nou, het onderwerp is op tafel, daar wordt over gesproken. Ja, maar wat voor niveau? Nou ja, in ieder geval op burgemeesterniveau dan. Ja, maar gaat dat met een borreltje erbij? Of, nee, dat gaat in officiële vergaderingen, zover als ik weet. Oké. Okay. En wat er natuurlijk precies gezegd wordt, ja, dat weet ik niet. Maar het onderwerp wordt toch genoemd. En het onderwerp is niet van tafel, voor zover wij weten. En dat stemt me hoopvol. Dus jij vindt dat Kottenberg daar, de burgemeester van Neder-Betuwe, daar goed in handelt? Ja, voor zover ik geen tegen andere berichten heb, moet ik hem ook de kans geven om dat goed te doen, ja. Wanneer moet daar resultaat geboekt zijn? Ja, weet je, dit soort processen kunnen wel eens lang duren. Uiteindelijk gaat het over hogere geledingen en ook daar zullen bewegingen gemaakt moeten worden. Ik zou het echt niet weten, maar laten we nou eens hopen dat 2020 daar een mooi jaartje voor wordt. Oké, vinger aan de pols dus, wat dat betreft. Ja, inderdaad. De SGP die zei onlangs Neder-Betuwe first. Ja. Daar gaan we straks nog even over hebben. Ik doe het eigenlijk op iets anders. Neder-Betuwe first, oké. Buren en Tiel? Ja, mooie buren.
een mooie buurgemeente. We zijn nog zelfstandig. En wat ons betreft, wat Nederbeter betreft, blijven we zelfstandig. Nou, zo onlangs dat... die discussie geweest om buren op te delen. Hè? Ja, nou ja, dat zijn dingen die dan voorbij komen, omdat mensen zelfs uit Nederbetuwe daarover beginnen te schrijven. Wie schrijft daarover? Ik meen dat Jan Wolberg dat wel eens een keertje mooi beschreven heeft. Dat is op zich een dubieus verhaal, hè? Jan, prima kerel, ja. Zit in de raad namens de PvdA, maar schrijft ook voor de krant. Nou, en als het dan ook nog politieke onderwerpen betreft, moet hij voorzichtig zijn, denk ik. Dan is het al vrij snel bij van WC Eend adviseren WC Eend? Nou, dat zou ook nog kunnen. Maar ik vind ook dat hij dan onderwerpen te bedden brengt die... waar haalt hij de informatie vandaan dan? Is dat... waar haalt hij de informatie vandaan? Ja. En waarom, maar het lijkt alsof hij het politiek brengt, maar dat is toch niet de bedoeling? Officieel weet ik van niks. Oké. Okay. Oftewel, even een waarschuwing naar meneer Wolberg. Ga vooral door, maar pas wel op met wat je doet. Precies. Neder-Betuwe first. Uitspraak van de SGP. Wat houdt dat in? Nou, ik denk dat daarmee bedoeld wordt dat bedrijfsleven in Neder-Betuwe de kans moet krijgen om dingen te doen in Neder-Betuwe die door de gemeente worden aanbesteed. En dat is niet alleen een ding van de SGP, maar ook het CDA maakt zich daar hard voor, hè? Ja, wij maken ons daar hard voor. Wij vinden ook dat dat door bedrijven uit Neder-Betuwe of de regio zou moeten gebeuren. En niet door bedrijven die van heel ver afkomen. Er is zelfs sprake van dat bedrijven van heel ver worden aanbesteed. Mm-hmm. En dat die dan eigenlijk weer terug onder aanneming zoekt om het werk in Neder-Betuwe uit te voeren. Ja, dan gaat het via een grote slinger het land door. En dat is toch eigenlijk wel, dat is eigenlijk onnodig, vinden wij. Maar het gaat erom om het voor de gemeente zo goedkoop mogelijk te doen. Ja, goed, natuurlijk. Het moet een goede prijs- en kwaliteitsverhouding zijn, sowieso. Het moet natuurlijk voldoen aan wat we willen. En de prijs moet ook goed zijn. Maar de bedrijven in Neder-Betuwe mogen ook best in positie gebracht worden om daarop te offereren, om daar een verhaal op te doen, om daar te zeggen van dit kunnen wij ook en wij willen meedoen. En dat gebeurt nu te weinig? Wij hebben toch wel een beetje het gevoel dat dat beter kan, ja. Waar ligt dat aan? Nou, ik denk dat dat begint met communicatie vanuit de gemeente. Mm-hmm. We hebben iets aan te besteden. Nou, trompet het maar rond in de gemeente en laat mensen weten dat er iets aan te besteden is en dat er werk gedaan moet worden. Die communicatie bij de gemeente Neder-Betuwe, daar is regelmatig wel wat op aan te merken, althans door verschillende fracties. Ja, waar komt dat vandaan? Nou, we hebben wensen over de website, dat die best wat mooier zou mogen, wat toegankelijker. En een wat actievere benadering van bewoners als het om dingen gaat. Niet alleen de website, maar misschien ook social media. Ten slotte leven we in een wereld waarin die social media een steeds grotere rol begint in te nemen. Dus daar moeten we iets mee doen. Laten we zeggen, mensen die daar veel meer mee bezig zijn dan ik, die vinden dat daar best wel wat aan te verbeteren is. En gaat dat ook gebeuren daadwerkelijk? Want er wordt al jaren geroepen, maar dat gebeurt niet zo veel. Ja, nee, maar in het coalitieakkoord hebben we daar wel wat afspraken over gemaakt. Dus daar komt dus aan de tijd wel naar voren. Okay. En ik denk dat het, misschien is het wel leuk om te vertellen dat de begroting zoals die nu is, die is nu ook best wel heel mooi op de website te vinden. Met cijfers, korte toelichtingen, baten en lasten tegen elkaar uitgezet. En ik raad je aan om eens te kijken naar die website. Waar de begroting dus op te lezen is voor alle burgers. Waar is die te vinden? Op de website van Neder-Betuwe. Ja, www.nederbetuwe.nl. Juist. Simpel genoeg. Ja. Die beschouwingen, vertel eens even. Want de cijfers zien er op zich mooi uit in Neder-Betuwe. Maar het is kantje boord. Ja, we hebben een overschot. Maar het is niet een helemaal halleluja overschot. Het is gewoon een heel net, kort, klein overschotje. Dat kan zomaar missen. Ja, daar zitten ook, er zitten natuurlijk ook randen aan waar je goed op moet letten. Je bent nu zelf anderhalf jaar een beetje fractievoorzitter. Daarvoor was dat Herman van Dijkhuis duidelijke wethouder. Ook ambities die kant op? Als Herman haar werk doet, is het heel erg prima.
Je bent een rustige man. Ja. Je geeft leiding aan die fractie ook op een rustige manier. Lukt dat? Heb jij jouw plaats gevonden in die gemeenteraad? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik zit op het kopse eindje. En dat is een plekje waarvan ik dacht, is dat een leuke plek? Maar het is eigenlijk wel een hele leuke plek. Ik kan iedereen goed zien, goed overzien. Ja, dus, heb je letterlijk goed gezegd. Maar het gaat er ook om je als CDA daar een sterk punt hebt. Ja. Nee, maar ik, samen met Martin vormen we de fractie. En, Martin Ommerson. Martin Ommerson. En ik heb het idee dat we heel prettig samenwerken met z'n tweeën. En dat we de nodige puntjes kunnen scoren voor het CDA en voor Neder-Betuwe. De saamhorigheid in die raad in Neder-Betuwe is best wel groot. Ja. Jullie moeten het ook samen doen. Dat geldt eigenlijk voor elke gemeente en voor elke raad. Ja. Is dat eigenlijk de boodschap die jullie uitstralen met z'n allen? Ja. Ik vind het heel prettig dat we wel eens een keer wat vinnige discussies hebben zo over en weer in de raadzaal. Maar het is toch ook wel heel prettig dat je na afloop gewoon koffie of een drankje met elkaar kan drinken. En dat je elkaar ook gewoon eens op het schouder kan slaan van, nou, we hebben weer iets moois bereikt. En als het op hele grote vraagstukken gaat, zijn er natuurlijk best wel verschillen tussen de fracties. Maar het is toch ook wel opvallend hoeveel amendementen of moties we uiteindelijk soms gewoon unaniem aannemen. Dat vind ik eigenlijk best wel mooi. En dan is er een discussie geweest, maar dan hebben we elkaar toch gevonden. En ik denk dat het CDA daar ook wel eens zijn rol in pakt om dat te bereiken. Nou, om dat zeg maar... om die verbinding te maken. Ja. Nou, en dat is natuurlijk mooi. Dat is mooi, ja. Hey, tot slot. Belangrijke speerpunten die het CDA op hun lijst had staan bij de verkiezingen. Wat gaan jullie nog realiseren de komende tijd? Nou ja, ik denk dat wij vooral wethouder op het sociaal domein hebben. Het is moeilijk dossier. Het is een prachtig dossier. Maar moeilijk. Het is rustig op dat dossier. Het blijkt rustig te zijn. Laten we hopen dat het zo blijft. Want dat betekent dat het gewoon netjes en goed gaat. Neder-Betuwe heeft het op orde, om het zo maar te zeggen. Mm. Met dank aan heel veel mensen die daaraan werken. En ik denk dat dat toch best wel heel mooi zou zijn als we dat konden volhouden. Zeker ook gezien wat er allemaal om ons heen op dat dossier gebeurt. Dus... En ik vind ook wel dat we discussie moeten kunnen voeren in de politiek over soms best wel heikele kwesties die daarachter zitten. Hè? De mate van jeugdhulp, de hoogte van jeugdhulp. De kwaliteit. En de kwaliteit, maar ook de kosten die daarmee gebaard zijn. Het Rijk komt wel, maar het Rijk zegt niet altijd meteen, we hebben voor alles beschikbaar. Hè? Dus er kan wel eens iets op de gemeente afkomen. En als dat ongrijpbaar wordt voor de gemeenteraden, dan vind ik dat een hele gevaarlijke ontwikkeling. En dat dreigt hier en daar nu te gebeuren. Hoe lang houden we dat vol? En hoe lang durven we daar geen discussie over te voeren? Kortom, hippiep hoera in Neder-Betuwe, maar voor hoe lang? Moeten waakzaam blijven, dat is het. Nou, dat zijn mooie slotwoorden. Hey, mag ik je danken voor jouw bijdrage? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.